Het is op de kop af 4 weken geleden dat naar buiten kwam dat Nationale Nederlanden geïnteresseerd zou zijn in Delta Lloyd en vijandig een bod uitbracht van 5,30 per aandeel. Volgende week moet er een tussentijds bericht worden gepubliceerd over de gang van zaken van de gesprekken. Dat kan een heel kort persbericht zijn, maar het Financieel Dagblad meldt dat er weinig progressie is tot nu toe. Partijen praten wel met elkaar. Informele contacten tussen bestuursvoorzitters Friese van Nationale Nederlanden en van de van Delta Lloyd zijn er wel, maar hoofdzakelijk lopen de contacten via adviseurs. Delta Lloyd probeert in de tussentijd een bod te ontlokken van andere partijen om op die manier Nationale Nederlanden voor het blok te zetten. Dat lijkt tot nu toe weinig succesvol en Nationale Nederlanden op haar beurt probeert Delta Lloyd over te halen door zachte voorwaarden zoals werkgelegenheid behoud in te zetten om Van der Noord haar toch te overtuigen van een bod. Van der Noord haar echter wil graag harde valuta zien en heeft al gezegd dat het bod substantieel te laag is en dat het dus een forse verhoging zou moeten komen. Er wordt gesproken over 6,5 euro waarop Van der Noord haar pas geïnteresseerd zou zijn om inderdaad de handdoek in de ring te werpen. Ook de groot aandeelhouders spelen hier een hele belangrijke rol. We weten dat er veel grote aandeelhouders in zitten met substantieel hogere prijzen die ze betalen hebben voor de aandelen tot wel boven de 10 euro als gemiddelde koers. Deze beleggers zijn waarschijnlijk niet bereid om op 5,30 en ook 6,5 euro hun aandelen over te dragen aan Nationale Nederlanden. Er is dus nog zeker een hoop werk te verzetten voordat er daadwerkelijk een overeenkomst zal zijn tussen Delta Lloyd en Nationale Nederlanden. Maar we mogen wel verwachten dat nu dit proces eenmaal is ingezet door Friese er ook een serieus gevolg aan moet worden gegeven en dat er dus uiteindelijk wel een hoger bod zal komen wat zal leiden tot verdere onderhandelingen waarna er mogelijk toch een fusie gaat plaatsvinden tussen beide bedrijven.